Als u aan vrienden of kennissen vertelt over uw woning of woningplanning, wat vertelt u dan? Nou, dan vertel ik vaak dat ik in een park woon. Dat is altijd leuk. Want dan denk ik dat ik op een bankje slaap. Maar. Ja. Nou ja, goed, dat heet nu eenmaal zo. En het idee, op zich is dat wel bekend dat je een soort gemeenschappelijke tuin hebt. Maar zo groot als dat hier opgepakt is, dat komt volgens mij niet zo heel veel voor in Nederland. Dat vindt men altijd wel bijzonder. Ook als ze hier komen kijken. En zeg maar, de indeling van het huis vindt men eigenlijk ook altijd wel anders dan anders. Het is ook wat afwijkend dat je op de eerste verdieping woont en beneden een vrij grote leven- en eetruimte hebt. Dat is natuurlijk ook wel weer even anders dan de gemiddelde indeling. Ja. Ja. Bevalt u wel goed op de eerste verdieping wonen? Ja, dat is. Ik vind het wel leuk. Het is wel even wennen. Je moet wel veel trappen lopen natuurlijk. Dat is een van de eerste dingen die je moet aanschaffen. Dat is ook een dienblad. Want af en toe even snel een kopje koffie pakken, dat is dan wat minder snel gedaan. Maar dat bevalt uiteindelijk wel. Wat is de reden waarom u hier bent komen wonen? De reden is toch voornamelijk het huis en het idee van het park. Ik ben hier op een gegeven moment gaan kijken naar dit huis wat nog leeg stond. En de rest was al bewoond, dus deze wat later opgeleverd. En de indeling van het huis, dat vond me heel erg aan. En ook de opzet zeg maar, van het park, dus een gemeenschappelijk park, zeg maar, nog een heel terrein erbij. Dat vond ik een heel leuk idee, was weer even wat anders dan anders en daar zocht ik eigenlijk wel naar. Nou, die ruimte daarachter, dat is eigenlijk oorspronkelijk de belangrijkste slaapkamer, zeg maar de oude slaapkamer. Die heb ik zelf veranderd in een werkkamer en bij de woonkamer getrokken. En boven zijn er dan nog twee slaapkamers. Nou, dat is voor mijn situatie is dat in principe voldoende. Die inderdaad voor kiezen. En als je zoiets hebt van nou, ik wil echt gewoon een eigen tuintje met een omheining eromheen, dan moet je inderdaad hier niet gaan wonen, want dat vind je hier niet. Nee. Het is ze noemen het dan een parkwoning. Het park is een vrij groot terrein wat we tot onze beschikking hebben. Er zitten een aantal projecten in. We hebben, zeg maar, grenzend aan het huis hebben we een eigen terrasje. Dat is op zich niet zo groot. En daarnaast zeg maar, kon je gebruik maken van het hele park. En dat grenst zeg maar, tot aan het water daar verderop. Ja. Dus in de zomer kan je gewoon met je stoeltje ergens gaan zitten in de zon. Organiseren jullie ook wel gezamenlijke activiteiten? Ja, meestal in de zomer. Dan hebben we een grote barbecue. Daar doet iedereen aan mee. En de ene die zorgt voor het eten, de ander zorgt voor een springkussen. Dat hebben we vorig jaar wel ook weer gedaan. Dat wordt dit jaar ook weer georganiseerd. En dat is altijd heel leuk. Er wordt het hele park eigenlijk bij betrokken. En we hebben hier de ruimte, dus dat is ook heel mooi. Wat vindt u van de kwaliteit van de woning? Ik heb er geen klachten over. Op zich voldoet het prima. Het is een goed geïsoleerd huis ook. Het is hier nooit echt koud in de winter. Boven is het in de zomer wel warm, maar dat heeft ook te maken met het feit dat het plat dak is. En er natuurlijk erg veel raampartijen in zitten. Dus dat wil wel. Dus dan moet je af en toe wel een extra ventilatortje bijzetten, zeker op de slaapverdieping. Maar ik moet zeggen dat ik verder eigenlijk nog weinig klachten heb gehad. Buiten het feit dat het verfwerk wel heel snel aan vernieuwing toe was. Dus dat hebben we hier ook met z'n allen, we zitten in een vereniging, hebben we dat ook opgepakt en ook in één keer zijn we het hele schilderwerk laten doen. Ja. Ja. Ja, de vereniging die,
We geven ook input aan de open ruimte. En het idee is, het is ook een beetje het idee van de architect, dat er toch altijd uniformiteit in blijft zitten. Dus iedereen moet wel, zeg maar, dezelfde kleur terrassen, terrastegels nemen. De heggen zijn uniform. We hebben op een gegeven moment gekozen voor een andere heg, maar dan moet iedereen ook diezelfde heg nemen. Ja, maar het idee is wel, zeg maar, om zeg maar dat idee van die ruimte die je dan krijgt en zeg maar alles op dezelfde manier ingedeeld, om dat toch wel te handhaven. Dus elke verandering die wordt ook voorgelegd aan de vereniging. Dus als je iets anders wil, dus dan, ik wil een buitenlamp of zo ophangen of wat dan ook, dan wordt dat voorgelegd en de vereniging moet dan ook besluiten, nou, het kan wel of het kan niet, of het past wel of het past niet. En dan in enkel geval gaat hij ook, zeg maar, te raden bij de architect. Als uw project een cijfer zou geven op de schaal van 0 tot 10, wat voor cijfer zou het zijn? Nou, dan zou ik het wel een 8 geven. Ja. Ik denk dat het project op zich wel geslaagd is.